Hey, hallo, Giel hier. Leuk dat je kijkt. Ik ben op dit moment op het South by Southwest Festival, waar je ook meer van gaat zien op dit kanaal. Maar dit is een vlog. Ja, laat ik het een vlog noemen. Want het gaat over vloggen. En de allereerste vlogger van Nederland. Ik heb beelden nog nooit vertoond. Ik zweer het je. Je bent aan het klapperen met je ogen. Het gaat over Herman Brood. Toen er nog geen YouTube was, maakte hij YouTube filmpjes. Heel Nederland heeft hij geïnspireerd. En hier zie je de beelden. En soms schokkend hoeveel het lijkt op dingen die ik zelf uitgefilmd heb. Ik ben enthousiast over mijn nieuwe camera. Ik kan niet meer met koffer filmen. Dit is een benauwde wereld. Voorwaar, ik zeg u, alleen dan, wanneer de liefde nep is, alleen dan is men doodsbenauwd. Dit is een benauwde wereld. Voorwaar, ik zeg u, alleen dan, wanneer de liefde nep is, alleen dan is men doodsbenauwd. Het is me een eer om Herman Brood te ontmoeten. Het is mijn eerste keer. Ja. Zie je wel? Het valt reuze mee dus. Ja. Nou, zie je? Valt best mee eigenlijk. Giel is de tofste gozer in Nederland. Ja. Zie je wel? Hey. Hij is geen balletje. Ja, Herman Brood is de tofste gozer in Nederland. Zie je wel? Ja. Want hij is niet zo'n surferbal, weet je. Niet zo'n balletje ben, nee. De mensen, ik kan niet tegen. Port sherry, bittere chocola, vet, haring, kinderleed, telefoon. Lunchen met een grote groep mensen die je niet kent. Mensen die winden laten in het openbaar vervoer. Mensen die gierig zijn met eten. Zopen mensen, luidruchtige mensen, petshabbers. Vare kleuren in zaakauto's, vare modellen in zaakauto's, gele oudere dames. Nou, is dat niet normaal of wel? En ik ken nog wel meer beelden hoor, ook bijvoorbeeld van zijn dochter Holly. Dat ben ik. Nou, heel veel moeten dat doen. Ik wil nog een stukje zingen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hij is onze voetje geweest. Hij is niet hier. Ja, dat is toch niet normaal? En ik heb nog wel meer beelden hoor. Eventjes nog wat. Gewoon random vlogbeelden, want zo kan ik het toch wel zeggen, van Herman Brood. Nou, je ziet wel, dames en heren, wel geen zak te beleven, weet je wel. Was dat een feeling? Ja, klik hem dan. It's not a fucking... Oh, het is een camera. We are in the movies, we're in the movies, okay, man, you know. We are in the you movies, know saying, you know what I'm saying? Hey, laat ik maar een foto stel bij hem, man. Ja, dat heb ik toch, man. You don't believe me, do you? Alright, I'll tell you what I do. I'll put him in there again like that. Now here's the blue handkerchief. Het is een combinatie, dames en heren, van levenslust en verstand. Voor het eerst in mijn leven onthoud ik een telefoonnummer van de Nederlandse spoorweg. Aan de gekke op een stukje. Staan we erop? Ja. Zie je eruit, man? Kijk. Nee. Mooi, man. Leuk, toch? Ja, mooi apparaatje. Ik ga ik weer een televisietje maken, een stukje. U bent een van de laatste die mij in het echt ziet. U doet misschien wel heel zwierig, maar in uw ogen zie ik een vent. Die is het zwaar, heel zwaar. Ik zeg nogmaals, misschien bent u een van de laatste die mij in het echt ziet. Ik hoop dat je het leuk vond. Blauwe duimpjes omhoog. Ook als je Herman Brood nog nooit gekend hebt, nou ja, dan ken je hem nu toch. En kom je misschien achter dat, nou ja, Enzo het niet van de vreemde heeft, zal ik maar zeggen. Wil ik nog iets zeggen eigenlijk? Wil ik nog iets zeggen? Eet geen brood maar tortillas. Dat was net van Nicolien, Giel's Food op de achtergrond. Dat wilde ik nog zeggen. Brood, daar zit wat in. Tot de volgende.
blauwe duimpjes omhoog, of althans, ze zijn allemaal niet blauw, maar nou ja, je snapt het. Leg ik het voor mijn moeder nog even uit. Dat tekentje met het blauwe, of nee, dat tekentje met het duimpje, dat wordt dan blauw als je hem indrukt. En vergeet ook niet te abonneren, want dan weet je wanneer de volgende livestream is. En dat wordt een zeer bijzondere. En tot de volgende. Bye bye.